De geruchtenmolen van de PlayStation 5 Pro, jawel, draait op volle toeren. Tom Henderson claimt namelijk te hebben vernomen van een insider dat deze geüpdate versie van de PlayStation 5 eind 2024 moet verschijnen. En eind 2023 zou er nog een versie van de PlayStation 5 moeten komen met een verwisselbare disk drive. Nou ja, of dit echt zo is, is natuurlijk nog niet officieel bevestigd door Sony zelf. Maar ik hou je op de hoogte en wil het allemaal niet missen. Volg dan dit kanaal.